Een hele goede avond, restaurant Habibi. Hallo. Goedenavond, meneer. Ik heb een vraagje. Toenet heeft mijn dochter gebeld naar een vrouw bij jullie. En ik zou graag even... Sorry, ik hoor u echt heel slecht. Ja, dan moet je je ogen open doen. Pardon? Dan moet je even je ogen open doen. Of... Wat wil je, broer? Ten eerste wil ik niet dat je mijn broer noemt, want ik ken jou niet. Je verbinding is echt heel slecht. Begin eerst je labare op te waarderen. Bel mij daarna terug. Oh, het is niet mijn, het is niet, het ligt niet aan mijn dinges, bro, het ligt aan jou. Nee, broer, ik hoor je niet. Kun je iets duidelijker praten, alsjeblieft? Je mic open, leren. Nederlands. Nee, mijn mic. Ik praat Nederlands voordat ik naar jouw zaak kom en die kebab wat jullie daar zitten snijden in de kut van je moeder gaat duwen. Hé, hey, maar houd wel met je formeel, niet met kelder. Nee, dat vind ik niet leuk. Waarom zeg je dat nou? Ja, luister, ga me die chick geven of Gren zo meteen naar binnen met de kut. Ik ga beginnen met snijden. Nee, we gaan niet je zeggen, dat vind ik niet leuk. Hoeitje, broer, hoeitje? Nee, dat gaan we niet doen. Broeder, kun je hem afspreken, houden, dan kunnen we hem afspreken. Luister. Ik wil gewoon met die vrouw praten, alsjeblieft, want zij heeft me net mijn dochter gebeld naar jullie, ik zie hier die nummer. En ik hoorde mijn dochter schelden, dus ik wil mijn dochter aanpakken. Maar ik zie dat jullie echt kloten, dus ik wil even horen wat mijn... Dochter? Wie dochter? Mijn dochter heeft net gebeld met een vrouw hier, bij jullie, snap je? Die vrouw, ja. En ik hoorde mijn dochter schelden, ik wil even horen wat voor woorden mijn dochter thuis zegt. Hoe je dochter is. Oké, hier, ik geef je die vrouw. Ja. Ja, hallo. Ik hoorde dat je net met mijn dochter had gepraat. En weet wat voor woorden ze allemaal zijn, want ik wil haar aanpakken thuis. Nog eens? Had je met mijn dochter gebeld, toch? Ik wil even horen wat mijn dochter heeft gezegd tegen jou, zodat ik haar kan aanpakken, begrijp je? Voor alle duidelijkheid, uw dochter belt ons. Ja. Ik wil gewoon weten wat er is gebeurd. Er is niks aan de hand, maar ik wil mijn dochter aanpakken, begrijpt u? U hoeft haar niet aan. Ik weet niet hoe oud uw dochter is. Ze is 14. Dat bedoel ik. Ze is hartstikke jong. Maar uw dochter die belde naar de zaak toe en zij wilde iets bestellen. Ja. En zo aan uw accent te horen, komen jullie uit Brabant of niet? Ja, Brabant. Wij komen uit Amersfoort. En dit komt ons ongeveer één keer, al twee keer per jaar, de jongeren die ons bellen. En die gaan dan slopen schelden en doen. Wanneer? Ze heeft mij ons gebeld naar de zaak toe. Wie? Nee, wie vroeg erom? Lelijke kada. Als je een goede tab bond hebt, heb je dat begrepen? Ik heb geen dochter, ja? Ik heb geen dochter. Nu ben je stil. Hoe heet die ene boy die bij jou werkt? Want help me aanpakken. Wat is zijn Insta? Max? Hij is sowieso Max of Stijn. Geef mij nu zijn Insta, nu zijn Snap iets. Ik wil hem aanpakken. Maar ken je dochter nou? Ik heb alleen maar zonen, ja? Ik heb alleen maar zonen. Ik kom daar met mijn elftal zonen en er twee reserve spelers. Kom ik die van jou naar binnen. Ja, kom dan maar. Kom maar. Tijd, kom hè. Luister, ik ben mijn dochter niet, hè? Wij maken een melding. Wij hebben al een melding gemaakt bij de politie. Want oh mijn god, alsjeblieft, nee, geen melding maken. Akba, geen melding maken. We hebben al een melding gemaakt. Oké, dus doe de politie de groetjes. Want dit is al vaak gebeurd. Ja? En wij moeten elke keer een melding maken als dit gebeurt. Wanneer? Dus als jij wanneer? Maakt, dit hebben wij net gedaan. Wanneer? Want wij moeten iedere keer een melding maken. Nee, wanneer vroeg daarom? Akba, wanneer vroeg daarom? Wanneer vroeg daarom? Als je het doen hebt, ga je lekker slapen. Zeker wat te doen, mevrouw. Blijf jij maar voor je baas werken en om de hoek... Luister, jij loopt om de hoek met de telefoon omdat je baas daarnaast je staat. Je moet om de hoek lopen omdat je bang bent. Je kan niet zo schelden voor de baas. Ga naar de baas en schelden als je vrouw bent. Als jij Marokkaan bent, ga je naar de baas en scheld je zo nog steeds tegen mij. Akba, assoe het grenzen, assoe het grenzen. Heb je eigenlijk niks te doen met je leven? Ik heb zeker wat te doen. Maar jouw onderbroek stinkt en ik wil weten waarom die stinkt. Niks te doen, leek of blauw. Waarom zit er in je onderbroek foefoe? Waarom? Echt leek of blauw in deze. Leek of blauw. Hè? Echt leek of blauw. Hé, hey, wat ben je aan het praten allemaal met je oefoe? Praat normaal man, met je oefoe voor je taal. Praat normaal. Want jij zit daar, ik ga in Brabant. Weet je wel, een beetje lopen stoer te doen bij je vriendjes. Maar echt zielig mannetje ben jij. Maar weet je wat het is? Ik ga nu een melding maken, nogmaals. Je hebt net melding gemaakt, ga je nog eentje maken? Ga je de politie ziek maken ook? Of ga je drie keer melding maken per dag? Ik haal jou uit die fucking huizen, kankergol. Wallah, met dat kan hier, ook zo'n bille. Ik had zo vanmiddag weer avond. Goedenavond, bent u in een restaurant? Mag ik het? Ja, bro. Wat zeg je? Mattie, heb je oren of niet? Ik praat onduidelijk, hè, bro. Bro, ik laat mijn bestelling doen of niet? Ik zeg, kan ik bestelling plaatsen? Zeg je, wat? Is het klantenservice of is het Zibby? Nee, voor je zegt ben je restaurant of zo. Ik weet niet wat je van me zegt. Nu hoor je het opeens wel. En nu hoor ik je wel, nu kan je iets zeggen. Nee, je hoorde wat ik net zei. Wat zeg je? Subhanallah, bro, wallah. Bro, je praat onduidelijk, hè, bro. Ben je Marokkaan? Ik ben Marokkaan. Hel dat kloed niet, hel!
kans wat er meer mag terug. Ja, boys, willen jullie nog omzet vandaag of gaan jullie het houden op die 5 euro wat jullie hebben verkocht daar? Ga je nog omzet maken of blijven jullie bij die 5 euro die 2 cola blikjes die jullie hebben verkocht vandaag? Want ik wil bestellen. Ja, tuurlijk, maar je mag het zeggen. Maar als je bij de hand gaat, dan ga ik ophangen, broer. Er is geen bij de hand, broer. Je kan met respect praten, ja? Of ik loop die winkel naar binnen, ik pak die broodje, ik maak hem zelf. Luister, of je praat gewoon normaal toch? Met respect, niet helpen. Niffo, als jij wilt, kan ik ook naar binnen rennen, dan maak ik die k*** maar pang pang broodje zelf. Oh, en we stoppen hem dan ook gelijk in de reet. Ik stop hem in de reet, dat tabonnenmok. Allah je naam, kijk met die met je woord lukken. Allah je naam, zoek rond dat de bro, kan ik alsjeblieft bestellen, wallah, blemmerske, niks. Je weet. Niffo, ik kom. Gewoon bestellen, hè. Niffo, je zorgt voor problemen, je wil niet bestellen. Niet hier, niet stotteren, hier. Kom bestellen, steek af, sloot er meer, wat wil je bestellen? Ja, doen jullie ook een broodje kifta? Kifta? Ja, heb je dat? Ja, heb ik. Ja, doe me één broodje kifta. Ja. Eén broodje na de bond, waar van de bond moet. Met of pussy juice? Met pussy juice, maar van je moeder alsjeblieft. Ja, dat moet alsjeblieft. Is goed, weet je een nichter water of niet? Zes alsjeblieft. Daar boek ik een mond. Hè? Is van je nichter water of van je nichtje? Nicht aan de bond, waar van de bond echt koud lukhebba. Hé bro, luister, laat me gewoon die bestelling doen of ik haal hem op, ja? Kom hem ophalen, neem je nicht mee. Al je nicht, dat vond ik lekker. Bro, maar jouw moeder ligt niet bij mij in bed. Hoe moet ik dan naar daar komen? Mijn nicht is niet hier. Wallah, kom mij hier, alsjeblieft. Je zegt wallah, want wallah, ik kom, hè? Ook zo'n pillen, ik kom, hè? Oh, dan ga je iets meemaken, bro. Die kan van die restaurant een kebabzak maken daar, hè? Niffo, je kan komen, G. Met hoeveel boys ben je daar? Nee, je kan komen. Met hoeveel boys ben je daar? Boys geen kaart. Je kan komen, je wil stoer doen toch? Neffo, dan kom ik ook met boys toch, dan rennen we naar binnen, gaan we oplossen snel. Kom met boys, kom met wie je wil, kom. Hoeveel, met hoeveel ben je? Kom, neem leger mee als je wilt. Matty. Hè? Winkel. Ik had een vraagje, ik ben dus een beetje luid bij jullie. Sorry? Ik ben een beetje luid bij jullie, ik hoor je niet. Ik hoor jou niet, sorry. Ja, ik hoor jou ook niet, schat. Hoor je me nu beter? Ja, ik hoor je nu. Ik schaam een beetje om dit telefoontje af te leggen bij jou, maar ik liep een keer bij jullie naar binnen. Ik zag jou, maar ik wou je zeg maar je snap vragen. Maar ik durfde niet in het echt. Snap je? Ja. En nu wil ik de snap van jou. Wil je? Jouw snap. Nee, dankjewel. Ja, maar je weet nog... hoe bedoel je niet dankjewel? Je weet nog niet hoe ik uitzie. Ja, dat snap ik. Daarom hoeft het ook niet. Als volgende keer kan je naar me toe stappen. Maar als ik naar je toe stap, dan word je kutnat. Word ik wat? Word je nat. Meneer, fijne avond. Als nee, alsjeblieft, luister. En, dat is een grapje, was een grapje. Kan je niet tegen grapjes, schat? Kan je niet tegen grapjes? Ja, hallo. Spreek ik met Baba Eethuis? Ja? Ja, hallo. Kan ik even iets bestellen? Ophalen? Ja, ik wil gewoon ophalen. Maar even bestellen, dat ik gelijk kan opeten, weet je toch? Verkopen jullie burgers? Ik heb kipburger. Ja, en mag ik ben met vriend, mag ik één burger en één Turks pizza? Eén kipburger en één Turks pizza? Ja. Met dunner is het gist of zonder dunner? Met dunner. Is goed. En wat is het? En sla en komkommer? Ja, dat wordt erbij. Oké, maar zonder tomaat? Zonder tomaat, is goed. En zonder uitjes? Zonder rode kool? Ja. Zonder pussy juice? Ja. Zonder rode ei, heb je dat ook al gedaan? Ik ben daar allergisch voor, toch? Ja. Blijf gaan okay, zonder, blijf gaan zonder brood, zonder brood. En kan ook zonder brood? Zonder brood. Dat gewoon in een... Dat gewoon in een bakje is, die Turks pizza, zonder soort van de Turks pizza. Dat gewoon in het bakje is, met gewoon een sla soort van. Wat is dit zo'n brood, mevrouw? Turks pizza. Mevrouw, wallah. Wat zeg je? Nee, maar Turks pizza zonder Turks pizza. Ja, gewoon deeg met gehakt, maar dan zonder de gehakt. Heb je dat ook, Ambo? Ja. Ja, zeg, ja, daar heb je hem, Ambo. Doe geil, gewoon een verreppie. Kan ik betalen Natura? Hij denkt dat je chic bent. Zeg Natura. Zeg zo, ik ben geil. Zeg, ik ben geil. Alsjeblieft. Bro, denk je dat hij weet wat Natura is? Stil zitten. Kan ik betalen Maar kan ik ook betalen in Natura? Nee, alsjeblieft. Zeg, ik ben een beetje geil. We kunnen ook naar mijn huis. We kunnen ook naar mijn huis. Ik ben heel geil. Nee, mevrouw. Oké.
Oh, sorry, oké. Okay. Oké, okay, maar bezorgen jullie ook? Zeg ik pijpje. Oh. Zeg ik pijpje, alsjeblieft. Ik heb geen geld, kan ik je ook pijpen? Voor geld? Oké, sorry. Nee, oké, laat dan maar. Maar kan ik dan... Hoeveel is het? Hij heeft opgehangen. Hola, kijk. Hallo. Ja, je had net mijn broertje aan de lijn. Ik heb gehoord dat je hem uitgescholden. Even kijken, wat zeg je? Je had net mijn broertje aan de lijn en ik heb gehoord dat je hem had uitgescholden. Broertje aan de lijn, dat gaat wel geen. Je moet iemand anders spreken? Ja, diegene die wat net telefoon had opgenomen. Ik wil hem even spreken, ja. Hallo, goeiedag. Ja, je had net mijn broertje aan de lijn, toch? Wat zeg je? Had je net mijn broertje aan de lijn? Wie spreek ik? Ja, met diegene die zei, als je een man bent, neem je op met zijn broer, dat ben ik. Broer. Luister, niet mijn broer, luister, niet mijn broer noemen karakter dat jammer naar dit, de bakaki. Een k***dier, een zemmel. Ik ga naar die k***indiaanse restaurant komen, ik ga 3 koeien daar spawnen, ga ik hun alle 3 voor jou neuken wat jij aanbidt. Die koeien wat jij aanbidt elke dag. Broer, denk je dat ze hier tijd voor hebben? Luister, maar wat voor tijd? Je hebt genoeg tijd, boer. Jullie hebben tijd om koeien te aanbidden, karakter dat jammer naar dit, de bakaki. Doe je ding. Ja, koeienaanbidder. Bij mij drukken ze af, maar Ramzo, zo bij mij en bij jou niet. Told you what it is, you chose to stay. Oh.